In de Dominicanenstraat in Nijmegen is donderdagmorgen om 7:45 een lichaam aangetroffen. Het lichaam werd gevonden in de buurt van een speeltuintje bij de gymzaal. Het gaat om een man van middelbare leeftijd. Het lichaam werd gevonden door een medewerker van de gymzaal. Die schakelde direct de politie in. De plek waar het lichaam is gevonden is door de politie afgezet met schermen. Vanochtend om 7:45 heeft een getuige een overleden persoon aangetroffen. Heeft daarna onmiddellijk de politie gebeld, waarna wij ter plaatse zijn gegaan. We hebben inderdaad een overleden persoon aangetroffen. Het betreft een man van middelbare leeftijd. En de forensische opsporing en de recherche hebben hun onderzoek gedaan. We hebben nu nog niet vast kunnen stellen of er sprake is van een suïcide of dat er geweld van buitenaf is gebruikt. Het lichaam dat wordt zo meteen vervoerd naar de forensische opsporing in Elst. En daarna zal er nader onderzoek plaatsvinden.